Vandaag zou hier in de grote zaal van het Concertgebouw het derde Malenfestival in de geschiedenis van het Concertgebouw worden geopend. En daarbij zou ik niet alleen tot u thuis hebben gesproken, maar natuurlijk ook tot alle mensen hier in de zaal en ook de mensen op het podium, de New York Philharmonic, die de eerste symfonie van Gustav Mahler zouden uitvoeren onder leiding van Jaap van Zweden. Het festival waarmee we begonnen zijn in 2013 had een ongekende omvang, een enorme rijkdom aan activiteiten. Niet alleen de concerten in de grote zaal, maar ook in de kleine zaal, symposia, lezingen, tentoonstellingen, tal van activiteiten zouden hebben plaatsgehad. Maar helaas, door de coronacrisis hebben we alles moeten annuleren. En u zult begrijpen dat dat voor ons allemaal een enorme teleurstelling is, maar ook voor de muzici en ook voor het publiek dat zich al jaren had verheugd, al jarenlang de kaarten thuis had liggen om naar het festival toe te kunnen komen. We hebben besloten na een paar dagen om de teleurstelling plaats te laten maken voor optimisme. Onze missie om de muziek van Gustav Mahler met zoveel mogelijk mensen te delen. Want dat was immers ons doel van dit festival. En om die reden hebben we besloten om te kijken naar wat wel kan. En daar is het eerste online Malenfestival uit naar voren gekomen. En we zijn ongelooflijk blij en trots dat we samen met het Concertgebouw Orkest een prachtige serie van opnames kunnen laten zien de komende 10 dagen. Opnames die zijn gemaakt in 2010 en in 2011 door het Concertgebouw Orkest onder leiding van tal van wereldberoemde dirigenten. Ik weet zeker dat u de komende 10 dagen geweldig zult genieten van al die prachtige opnames. Maar voorafgaand aan die opnames laten we u ook nog een documentaire zien. Een documentaire die is gemaakt in opdracht van het Concertgebouw en mede mogelijk is gemaakt door de geweldige support van de Gustav Mahler Foundation. En de Gustav Mahler Foundation is een initiatief geweest van de kleindochter van Gustav Mahler, Marina Mahler. En het is Marina Mahler zelf die ons als de storyteller gedurende de 10 documentaires meeneemt door het leven en het werk van Gustav Mahler. En die documentaires zijn heel erg mooi geworden. Ze zijn gefilmd in New York, in Wenen, op tal van plaatsen in Oostenrijk, in Duitsland en in Nederland. Tal van muzici komen daaraan in het woord. Onder andere dirigenten, ook solisten. En één daarvan wil ik in het bijzonder noemen, dat was Jesse Norman. Met Jesse was een opname van ongeveer, ik dacht iets van 1,5 uur. En dat is heel erg mooi geworden. En de highlights uit die opname laten we u in die documentaires zien. En des te bijzonderder zijn ze geworden, omdat Jesse Norman kort na het maken van deze opname plotseling overleed. Daarmee zijn het helemaal gedenkwaardige documentaires geworden. Kort en goed, ik denk dat de combinatie van die documentaires en de prachtige opnames van het Concertgebouw Orkest ervoor zullen zorgen dat u de komende 10 dagen geweldig zult genieten van de prachtige muziek en de wereld van Gustav Mahler. Mahler's Universe. Het is me dan ook een eer en een heel groot genoegen om hierbij dan ook de eerste editie van het online Malenfestival voor geopend te verklaren.